Charles en Janine, die zijn al heel lang getrouwd en je kent dat, er komt zo wat leed op, vindt Charles. Hè. En nou met die corona ook nog, en daar altijd binnen zitten, geen pijn kunnen gaan drinken, nergens hennen, niemand zien. Je zult er kniets van werden, zit Charles in zijn eigen. Al wat je kunt doen is naar de televisie kijken, en dat is tegenwoordig veel te zien, van al te zien, maar eigenlijk ook allemaal niks. En op een avond, ze hadden lang willen vragen, maar hij durft niet. Ze zitten zo te kijken naar een programma met verschillende koppels, en hij zit zo langs zijn neus, zegt Janine. Ik weet niet hoe het zeggen, ik durf het bekans niet te zeggen. Ik zou eens willen, zeg jong, zeg het maar hè. Tegen mij kunt u toch al zeggen? Ja, zeg, hoe zeg je dat? Ik zou het niet willen proberen. Ja, wat dan? Het trioke, het is proberen met drie. Charles dacht dat ze tegen het plafond zou vliegen. Maar nee, Janine, die denkt gewoon nog eens een slokje wien. Het trioke, zegt ze. Het trioke, dat jij door mij afkomt. Van ooghoud en ik gedacht. Maar ja, je weet nooit, hè. Ah, wel, voor mij is het oké. Wat blijft ze, Charles? Is dat vroeg oké? Ja, het is te proberen. Poh, ik zie dat ook wel zitten. Veel kort kan dat niet, hè. Maar ja, die maken dan wel wat jonger goed zien als wel, hè. Ja, ze, Charles. En hij ziet het al zitten. Kan natuurlijk tegenvallen, zit ze. Maar ja, dan is er nog niks gebeurd, hè. Maar toch. Oh, dat zit Charles. Je weet toch wat ik bedoel, hè. Met rijden dan, hè. Gelijk. Ja, zit je nu. Ja, zeker. Ik weet dat. Wat zou ik dat niet weten? Weet je wat? Je doet maar. Zoekt geld maar vast. Een knappe kerel hoort.